onverwacht naar Zuid-Afrika vertrokken om ons land te vertegenwoordigen. Hoe voelde dat? Eerst en vooral goedenavond, dames en heren. Bedankt om allemaal te willen komen naar een geweldige show van Whisky in Belgium. Ja, dat was heel overweldigend. Maar het was iets dat ik heel belangrijk vond om te doen. De vraag was van Bram dan, de geweldige manager dat hij is, wil je dat doen? Kan je dat doen? En de vraag was daar natuurlijk ja op. Ik vind het heel belangrijk om als ereheer het harde werk van Bart verder te zetten. En ook aan te tonen aan de jongens hier en iedereen hier dat de taak van ereheer veel meer is dan enkel naast de mis te staan. We zijn er gewoon te vervangen, om te ondersteunen en te helpen waar dat nodig is. Dus ik vond het heel belangrijk om Bart daar dan ook te gaan vertegenwoordigen. En ik hoop dat je Bram, Bart en iedereen hier aanwezig trots hebt gemaakt. Hoe kijk je die internationale ervaring? Wel, in één woord, ja, life-changing eigenlijk. Je ontmoet 21 mensen die in hun land ook de ambassadeur zijn. Met geweldige verhalen. En als we denken, soms in België is het moeilijk. Ik heb gesprek gehad met Mr. Green Namibië, die is moeten verreizen voor zijn eigen veiligheid. Als je hoort wat dat er allemaal gebeurt in de sloppenwijken daar in Kaapstad. De culturele bedanking dat je krijgt van India, van Japan, geweldige ervaringen om mee te maken. Ik heb gewoon mensen ontmoet met heel erg veel doelen, met heel erg veel dingen dat ze willen bereiken, al bereikt hebben. En ik ben sindsdien ook echt veranderd. Niet alleen dankzij de jongens, maar ook dankzij Bram, dankzij heel dit jaar, dankzij alles dat ik heb meegemaakt, ben ik echt veranderd. En ik heb de wereld op een andere manier beginnen zien. Ik ben beginnen leven onder het motto, ik kan niet vrij zijn zolang iedereen vrij is. En ik hoop dat iedereen daar ook langs kan leven. Ik wil via deze weg ook iedereen bedanken hier aanwezig voor de steun, het vertrouwen, voor de lieve berichten en ja, gewoon om hier te zijn vanavond. Ook jij hebt met een groen en campagne deelgenomen. Met welke visie ben je naar Kaapstad vertrokken? Wel, de meeste van jullie, waarschijnlijk hopelijk, weten wel dat ik een campagne heb gedaan rond adoptie, pleegouderschap en draagmoederschap. En dat heb ik ook meegenomen naar Mr. Gay World, want hier vanuit België kan je niet adopteren vanuit een buitenlands land. Dus ik ben eigenlijk naar Mr. Gay World gegaan met één doel om buitenlandse adoptiekanalen te bereiken, om het stigma rond LGBT-adoptie te doorbreken. En om mensen meer een open zicht te geven over same-sex adoption. Ja, daarom ben ik eigenlijk gegaan en vijfde plaats eindigen, de één na beste plaats van België. Veel verdomd goed. Om eerlijk te zijn. Dus ja, bedankt allemaal. Je mag het best. Ik zijn. Iedereen op de applaus. Nick, vamos!